om ze met een oorverdovend applaus weer welkom te heten in het café. Hier komen ze, de DJ's van 2019. Ja, heel... Wat zijn jullie weer, jongens? Niels, blij? Ja, ja. Dat was wel, vandaag was het echt wel een aftelling. Ik was vanochtend ook wel echt zat. Ik wou er ook echt wel uit. Ja. Heel goed. Maatje, hoe was het jou bevallen? Ja, hartstikke goed eigenlijk. Ik vind het leuker nog dan ik had gedacht. Kijk, dat voor de eerste keer. En voor de ervaren Rod Sander, was dit het beste, minste jaar? Nee, het was goed. Dag korter dan andere jaren, dus het ging eigenlijk zo voorbij. Voor Jong Nederland een bedrag van 700 euro. Voor Nieuwe voor Zorgshuis Theresia een bedrag van 3500 euro. De Brokkenkapel van 3950 euro. Joyce Heitemdaal gelijk uit. 5000 euro voor de knaltrekkers. Voor de ijsvereniging een bedrag van 5000 euro. Ja, super. Is het? Voor de stichting Amazing al een bedrag van 1500 euro. Dus die 1500 euro was over, die hebben we bewaard. Dat is deze 1500 euro. En dit is nog wat we verder voor dit jaar hebben ingezameld. En wat ook voor Stichting Amazing is. Dus nog eens een extra bedrag. Een extra check. En halen we eruit. Een extra bedrag van, laten we zien, 5730 euro. Stichting Amazing hebben wij opgezet een jaar geleden voor onze jongste zoon Mees. En vandaar nog de Amazing. En dit is Mees. Mees heeft epilepsie. En om zijn epilepsie te herkennen draagt hij 24-7 een kastje met saturatiemeter. Die meet de zuurstof in zijn bloed. En die willen wij graag draadloos. En daarvoor Mees en alle andere kinderen die dat gebruiken. Wat vond u van het bedrag? Oh, bizar. Bizar. Ongelooflijk. Hadden we echt niet verwacht. Nee. Ja, werd er een beetje stil van. Ja. Haal de sector het totaalbedrag van het glazen café 2019 is 28.380 euro. En 69 cent. Het is mij een genoegen u hier vanmiddag welkom te heten op deze feestelijke bijeenkomst waarin de Stadsprijs Almelo 2019 zal worden toegekend. En dit jaar is dat voor de 12e keer. En wij mogen dat weer doen in de huiskamer van de stad. En een betere plek voor die uitreiking kunnen wij ons als jury niet voorstellen. En u wilt alvast allemaal weten wie dat is geworden. En dat mag ik niet zeggen. Dat gaan we voorbehouden aan de burgemeester van Almelo. Dat de Stadsprijs Almelo 2019 gaat naar de organisatie die erin is geslaagd om de geschiedenis van Almelo te herschrijven. Want in werkelijkheid is Napoleon nooit in Almelo geweest, heeft de Slag van Ruigerode niet plaatsgevonden. De winnaar, dames en heren, het historische geval. Nogmaals een applaus. Heren de dagen, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en Almelo als stad. En het destijds gevoerde struit
wordt nu gespeeld als de slag... Egbert Willems, in eerste instantie gefeliciteerd met het behalen van de Stadsprijs. Een geweldige eer voor jullie natuurlijk. Zeker. Dat is het absoluut. En het is totaal onverwacht. En als ik dan in de jurering hoor dat het een top evenement is, dan vinden we dat zelf wel. Maar als een ander het zegt, dan komt het nog veel mooier over. Ja, dat noemen ze nou een heel bestseinigavond. Martijn Makkinga, je staat hier in volle ornaat. Gefeliciteerd met die mooie Stadsprijs voor jullie cultureel historisch festival. Ja, wat doet dat met je? Nou ja, natuurlijk is het heel erg mooi. Want ik moet eerlijk zeggen, de andere genomineerden, dacht ik ook wel dat die hoge hoogte gooiden. En dat wij hem alsnog hebben gewonnen. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Als je zoveel inzendingen hebt en je wordt er uitgekozen, is dat wel een hele mooie eer. Absoluut. Dankjewel en geniet nog even van die mooie prijs. Ja, dankjewel. En het wordt de volgende keer wordt het weer anders, weer groter. Ja, niks gedaan. Kom maar, aanlas snel. Dan loop je weer in een roze, hè, met me, hè. Was je bij je bewust, joh? Vrolijk Kerstfest.
Und sind Sie der Nachfolger von Herrn Ahlers? Ich bin für ein Jahr jetzt übergangsweise der Bürgermeister und nehme die Amtsgeschäfte wahr. Ich finde es sehr beeindruckend, dass 120 Personen aus der Partnerstadt hier nach Iserlohn kommen, auf unsere Weihnachtsmärkte. Das ist hier eine schöne Tradition und dass sich so viele Gäste aus Almelo dafür interessieren, freut uns. Gesundheit und Freude, das wünschen wir heute. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein glücklich Neujahr. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Aangezien we straks een nieuwe stal willen bouwen, zijn we nu een jaar rond zo'n beetje aan het testen van wat het beste is voor de biggen, wat de beste hokvorm is en hoe we het beste met de dieren om kunnen gaan. Wij zijn deelnemer, een van de 13 deelnemers in het vroedvarkenconcept. Dat is een concept waarin zowel de subfokker, wij zijn een subfokker, wij maken de dieren voor een vermeerderaar en een vermeerderaar die fokt de dieren voor de mester. Die zeugen worden gefokt, met name op vleeskwaliteit, op rust en dat ze ook goed vrij los kunnen lopen bij elkaar in het hok. Wij proberen zo goed mogelijk voor de dieren te zijn, maar ik denk dat elke boer dat zal doen. Wij kiezen alleen voor een ander systeem. We zijn hier vandaag boompjes aan het planten voor de biodiversiteit, zodat de vogels daar voedsel en nestgelegenheid in kunnen vinden. En volgend jaar dan hopen we dat daar wat aanslaat. En de natuur helpt nog een handje mee. Maar het is lekker nat, hè? Dat gaat zeker wel goed komen, denk ik. Ja. We hebben ons de laatste tijd heel erg verdiept in verschillende concepten. En het vroedvarkenconcept was een plan wat heel goed bij ons idee aansloot. En aangezien onze zoon het bedrijf ook over wil nemen en die ook in die richting denkt, hebben we gezegd van dat het voor ons wel een leuke keten was om in te werken. Ja. We testen met verschillende soorten strooisel, met verschillende roosters, maar ook met verschillende soorten verwarmingen en ventilatiesystemen, zodat we straks het ideale hok hebben wanneer we nieuw bouwen. Ja. We hebben hier camera's erbij hangen. En die camera's registreren dag en nacht hoe de dieren liggen, hoe ze zich gedragen, hoe ze lopen, hoe ze eten. En aan de hand daarvan, van die beelden, bekeken wij hoe het gedrag van de dieren is en welk hok het beste werkt. Ja, het is een behoorlijke investering. Daarom is het ook dat we die stal testen. En als we straks die stal bouwen, want dat gaat met enkele tonnen gemoeid, dan is het wel belangrijk dat je de goede stal bouwt. Ja. Biodiversiteit, wat houdt dat er ongeveer in? Nou, dan moet je denken aan insecten, vogels, die weer insecten eten. En allerlei plantensoorten die insecten weer voedsel geven, zeg maar, en voor de bestuiving zorgen. En vlinders, dat is een heel actueel op het ogenblik, om daar een klein beetje weer een kentering in te brengen, zodat er weer een klein beetje herstel komt van de biodiversiteit.
Ja. En zeg, hoe komt het nou dat Natuur en Milieu Overijssel hierin betrokken is? Nou, dit is een project met vroedvarkens van meneer Teijink. En dan hebben ze ook op zich genomen om iets te doen aan de biodiversiteit.